Hey, welkom bij Beweeg met Bart. Misschien heb jij ook wel last van uitstelgedrag. En dan kan het niet alleen gaan over trainingen doen, maar bij heel veel activiteiten die we eigenlijk zouden moeten doen, hebben mensen last van uitstelgedrag. En als je iets uitstelt en dat gebeurt de dag nadien opnieuw en de dag nadien opnieuw, dan kan het soms gebeuren dat je er helemaal niet meer aan toe komt. En dat is begrijpelijk, want we hebben allemaal als mens veel te doen en we hebben soms ook wel een beetje die natuurlijke aard om een beetje lui te zijn. Maar ik wil je een tip geven om daar iets aan te doen en dan heb ik het over kleine gewoonten creëren. Tiny habits, hele kleine gewoonten die een echt verschil kunnen maken. Probeer in je dag een kleine gewoonte te koppelen aan een andere gewoonte die je toch sowieso doet. Zo kan je bijvoorbeeld elke keer als je op een stoel gaat zitten, kan je in plaats van gewoon te gaan zitten, kan je 5 keer recht staan en gaan zitten. Nu heb ik er 2, 3, 4 en 5. En dan ga ik zitten en dan doe ik de activiteit waarvoor ik moest gaan zitten. Bijvoorbeeld eten. Dat kost je eigenlijk maar 15, 20 seconden van je dag. Maar wanneer je dat consequent elke keer doet, wanneer je gaat zitten, dan zal je daar een enorm voordeel van ondervinden. Een andere kleine gewoonte die je bijvoorbeeld kan doen, is wanneer je je tanden poetst, om 1 been op te heffen en ondertussen zo je tanden te poetsen. Probeer wel te zorgen dat je stabiel staat. Alweer iets dat een kleine gewoonte is, wanneer je die consequent blijft doen, zal je er een heel groot voordeel van ondervinden. En ik geef er nog een derde mee. En wanneer je naar het toilet bent geweest en je gaat je handen wassen nadien, dan kan je je handen even op het aanrecht zetten, je voeten een beetje achteruit plaatsen en jezelf 3 keer opdrukken. Ja, op het aanrecht. Dat duurt eigenlijk ook minder dan 20 seconden, maar wanneer je het elke keer gaat doen, dan creëer je een gewoonte en dan zal het automatisch op den duur een reflex worden om dat te doen en het zal een heel groot gezondheidsvoordeel opleveren. Daarnaast probeer ik ook korte trainingen te doen die afwisselend zijn en die elke dag ook verschijnen. Als je ze elke dag meedoet, dan wordt ook dat een van jouw kleine gewoontes en dan zal je daar ook een groot gezondheidsvoordeel uithalen. Veel groter dan wanneer je 1 keer per week een heel zware training zou doen, is dus het voordeel wanneer je consequent elke dag een korte training doet. We gaan erin vliegen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En in de workout van vandaag heb ik 6 oefeningen geselecteerd die we telkens nog een 2e maal gaan herhalen. De eerste oefening is gewoon 1 arm hoog brengen, 1 arm laag brengen. Ja, heel goed. Op die manier. Je hoeft het niet helemaal omhoog te brengen in het begin, maar als je iets verder kan gaan na verloop van tijd, is dat prima. Als je hierbij ook nog kan wandelen, mag je dit altijd al wandelen doen. Maar dat is zeker geen must. Ja, je mag ook zo de woonkamer rondwandelen. En we zitten ondertussen al aan de laatste 5 seconden. Nog 4, nog 3, 2, 1. En rust. En dan gaan we rustig op onze stoel zitten. En dan gaan we op onze stoel weer squatten. Een oefening die heel vaak terugkomt, dat merk je. Ja. Heel belangrijke oefening ook. Supergoed. Handen naar voren brengen kan helpen om je evenwicht naar voren te brengen. Je kan ook eventueel kleine flesjes water vasthouden. Dan ga je ook net iets makkelijker je evenwicht vinden. En je mag elke oefening trager doen dan ik ze doe. Denk daaraan. Jij bent hier, jij doet het, maar jij doet wat jij kan. Supergoed. 3, 2, 1. En dan neem je er de flesjes bij. Flesjes die hopelijk ook klaarstaan vandaag. Ja. En die flesjes die ga je voor je uitsteken. Voor je uitsteken op die manier. Ja. En dan ga je de ellebogen achteruit trekken. Ja, een beetje door de benen gaan, rechte rug altijd. En we gaan alsof we aan het roeien zijn.
de flesjes naar je toe trekken. Trekken en weer laten zakken. Heel goed. Heel goed. Als je dit moeilijk vindt, kan je het ook altijd op een stoel doen. Kan je zitten op een stoel, kan je op die manier ook gaan roeien. Ja. Even goed, het zijn de rugspieren die werken. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Heel goed, even rechtop. Even uitstrekken die wervel gewoon. Goed, dan ga je terug een beetje naar voren leunen. De ellebogen mogen iets voorbij je rug omhoog. En dan ga je van daaruit je armen proberen strekken. Ja. Ellebogen die blijven dicht bij je lichaam. Ja. Heel goed. Je kan dit eventueel ook met één arm doen. En steun zoeken bij een stoel. En dan doe je het straks. Tweede herhaling met de andere arm. Even volledig strekken en dan zakken. Strekken en zakken. Oké. Super, je doet het fantastisch. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Zet je de flesjes weer even neer en dan ga je op de stoel zitten. Op de stoel. Op deze manier. Je voeten. Die zet je een beetje naar voren. Je gaat op de rand zitten en je handen die neem je vast aan de rand van de stoel. En dan gaan we ons opdrukken, armen strekken. En dan gaan we onze armen plooien. Ja, en ons zitvlak een beetje laten zakken. Ja, je hoeft het niet even diep te doen dan ik. Ja, maar je duwt nu met je armen jezelf terug omhoog. Heel goed. Kom aan. Nog 5. 4. 3, 2, 1 en rust. Heel goed. Adem even. Ga rustig zitten. Belangrijk dat je die stoel dus goed kan vastnemen. We gaan diezelfde houding nog eens gebruiken. En je gaat nu terug de handen op de rand van de stoel zetten. En je gaat nu niet zakken, maar je gaat je zitvlak omhoog duwen. Ja, dan weer laten zakken. Zitvlak omhoog duwen. Ik zet het nog eens. Schuiner, dat je het goed kan zien. Zitvlak uitdrukken naar boven en laten zakken. Ga zo hoog als dat je kan. Heel goed. Doe het nog 5 keer. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En rust. Sta rustig recht. En dan ga je opnieuw 1 arm naar boven brengen. We gaan elke oefening nog 1 keer herhalen en dan zit het er al op voor vandaag. Je doet het supergoed. Je merkt ook, doordat we de oefeningen achter elkaar doen, dat je hartslag ook de hoogte in gaat. Dat is een bijkomend voordeel van deze spieroefeningen. Heel goed. Super. Nog 10 seconden hier. Ja. Sta mooi rechtop. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, dan ga je squatten op je stoel. Hup. En dan staan we recht. Heel goed. En rechtop. Heel goed. Als je recht staat, even volledig uitdrukken. Durf je heup volledig te strekken. Zit vlak naar voren drukken. En rustig gaan zitten. Doe het op je eigen ritme. Een squat die je traag doet, is moeilijker dan een squat die je snel doet. Dus ga traag zitten op je stoel. Ja. En probeer zachtjes te gaan zitten. Nog 2 doen we erbij. En dan gaan we weer de flesjes nemen. Oké. Super goed bezig. En dan nemen we er de flesjes terug bij. En daarmee ga je roeien. Flesjes naar voren brengen. En naar je toe trekken. Heel goed. Je mag het ook op een stoel doen. En je mag halverwege de flesjes draaien.
zodanig dat ze horizontaal zijn en je ze horizontaal naar je toe trekt. Dat is, nu mag je de flesjes horizontaal halen. Kies maar zelf of dat je recht staat of op een stoel zit. Heel goed. We zijn in de laatste 10 seconden. En zo dadelijk gingen we dan de triceps. Daarbij heb je de keuze tussen 1 arm of 2 armen. En rust. Even rechtop staan. Even de rug uitstrekken. Heel goed. Ik ga het met 1 flesje voordoen. Je mag het gerust met 2 flesjes doen. Ik steun bij de stoel. En dan ga je 1 arm achterwaarts trekken. Oké. Mijn elleboog is iets hoger. Iets hoger dan mijn rug. Bij de beginpositie. Ja. En ik leun dus met mijn hand op deze stoel. En we zijn de triceps aan het trainen. De achterkant hier van je bovenarm. Dat voel je wel. Nog 3 keer. Nog 2. Nog eentje. Oké. Fantastisch, goed bezig iedereen. Dan gaan we terug de dips doen. Dit heet dus dips. Je gaat de rand van je stoel vasthouden. Je voeten een beetje naar voren wandelen. En dan je zitvlak iets laten zakken onder je stoel. Armen een beetje buigen. En dan weer omhoog drukken. En heel goed. Kom aan. Super goed bezig. Nog 5. 4. Probeer het vol te houden. 3. 2. 1. En rust. Oké, fantastisch. Heel goed. Als je sneller wil stoppen dan ik, dat mag altijd. Dat is geen probleem natuurlijk. Jij doet wat je kan. En dan gaan we nu als laatste oefening de glute bridge doen. Ja, de billenbrug. En onze billen naar voren drukken. Ja. Neem je stoel op de rand terug vast. Je duwt je billen 1 of 2 seconden naar boven. 1, 2 en even houden. 1, 2 en even houden. Supergoed. Supergoed. Nog 3, 2, 1. Fantastisch gedaan weer. Super goed dat je erbij was. Probeer er morgen ook zeker terug bij te zijn door te abonneren als je dat nog niet zou gedaan hebben. Als je het een leuke video vond, geef ook een like. Dat helpt het kanaal om de video's aan meer mensen te laten zien. Ik zie je heel graag morgen terug voor een nieuwe workout. Als je nog niet genoeg hebt, kies dan gerust een van de workouts die je hier of hier ziet. En dan zie ik je in elk geval morgen terug.